Het was donderdag 33 graden in Winkel. En wat doe je dan? Juist schaatsen. Voor 2 dagen stond er een schaatsbaan op de parkeerplaats Den Driehoek in het dorp. Nou, anders moet je allemaal dikke kleren aan en dat, ja. En dat hoeft dat niet. Dat is wel grappig. En hoe schaatst het? Het is wel fijn, alleen het is jammer dat ik geen sok aan heb. Het was donderdag niet overvol op de schaatsbaan. Het Chinese knuppelen bij het zwembadje leek populairder. Ja, schaatsen is wel leuk, maar het Chinese knuppelen is nou iets makkelijker omdat je dan ook nat wordt en het is nu ook heel warm. Ik vind Chinese knuppelen leuker. Toch omdat je dan lekker die verkoeling erbij hebt? Ja. Wel of geen aanrader dan, dat schaatsen in de zomer? Wel. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om nou te schaatsen. Maar wie kwam er nu eigenlijk op het idee om in de bloedhete zon een schaatsbaan neer te leggen? Dat blijkt Rodi van den Hurk te zijn. Hij opperde het idee bij zijn baas, horecaondernemer Patrick van de Ven. En die bleek dus enthousiast. En nu, ieder jaar weer? Ik ben benieuwd. Ik weet niet hoe Patrick erover denkt. Maar ik wil best nog wel een keer een soort ludieke actie ook regelen. Misschien geen ijsbaan, maar een keer wat anders. Wie weet.